zegt hier maar Lucas Afringa van het zwembadbestuur. Lucas, we krijgen de evening mooi maken van het nieuwe seizoen. Hoe kan het dat zwembad de klomp de holle wop op een wetter houdt, wil het zwembad niet om jou en alle hier sluiten matten? Dat komt omdat wij zo volle vrijwilligers hebben en ze heel erg inzetten om het zwembad te behouden. En dat slaat aardig. En wanneer ben je meer eigenlijk instapmachinaal? Dat we in 2007, 2008 toen hebben we machinaal instapt. We hebben het overgenomen van het sportfondsenbad en dan hebben we van de gemeente het zijn van je krijgt 4 weer de tijd om en zoveel subsidie erbij om het hier op te knappen en een draaien te krijgen. Nou, en daar ben we nou met wanden. En we kunnen zien dat je een heel soort werkverzetten is daar om de tijd. Kun je Berk iets over vertellen? We hebben een soort, de laatste jaren een soort werk verrichten. Met name die glidbaan die hem hier op achtergrond zorgen, die ben trogisch gebouwd. Maar ik, het hele terras is online, de zonneweide is opknapt. En met name Derek in het filterhuis, dat zullen we nog net. Maar dat zullen we wel, dat mooie wetter hier op achtergrond. Dat is een nieuwe filterinstallatie die we mij zelf gebouwd hebben en online hebben. We kunnen zien dat het enthousiasme verschrikkelijk groot is, maar we moeten even zien naar de aantallen vanzelf. Hoeveel mensen moeten er komen om het voor je rendabel te houden? Ja, daar moeten wel heel veel mensen komen. Het is wel, we kunnen eigenlijk net zonder subsidie van de gemeente. De gemeente moet eigenlijk toch wel een stiepe bijdragen. Maar hoe meer mensen wat we krijgen, ik een abonnement en dagbezoek, hoe beter dat wij draaien kunnen en dan kunnen wij meer dingen doen. Nou, dat enthousiasme met hele Jesse Grut bleef als nou, dan maar het goed komen, zo'n Jesse. Dat zo'n Jesse, maar het waar doet ik wat en het waar zit nog geweldig maar de hele week al. En ja, dan moet het goed komen. Bye.